Voor de derde keer te gast in Middelkerke Westende. Als je met de familie een leuke daguitstap zoekt, dan moet je eens naar hier komen. De Kegel Extreme. Tal van activiteiten. En ook vandaag zullen mijn twee bekende medemensen hier iets moeten doen. Een nieuwe uitdaging. Goedemorgen, Stijn. Goedemorgen. Ja, wat wil je doen vandaag? Minigolf, bowling, laser, karting. En wat is dat? Children's area. Het is echt nog wel heel vroeg. Ik ga voor de minigolf. Minigolf, en voor u? Oh, ik hou van een uitdaging. Children area. Children area. Iets. Ja. Goed, niets is minder waar. Hai. Zie je daar deze chalet? Daar mogen jullie naartoe wandelen. Zoek de ingang van de officer's room. Good luck. Officer's room. Ja. Opdracht geslaagd is. Oké. Okay. Ja. Aperitief mee. Hallo. Ik zet jullie een minuutje neer. Ik ga eerst een woordje uitleg geven. Oké. Dank u. Dus het is eigenlijk de bedoeling, ik ga jullie straks opsluiten in een van onze kamers. En jullie krijgen een uur de tijd om raadsels en puzzels op te lossen om uiteindelijk deze sleutel terug te vinden. Ik ga jullie straks een politiepet geven, want er hangt ook een verhaal aan de kamer. Het is dus zo dat er een koppel van Middelkerke al een aantal dagen verdwenen is en niemand weet waar zij naartoe zijn of wat er met hun gebeurd is. Jullie worden dus politieagenten voor 1 uur. De kapiteins van het team krijgen van mij een walkie-talkie en ook een zaklamp. Mama, ik wil naar huis. Het is 8 jaar geleden dat ik dit nog op mijn hoofd heb gehad. Ik heb dat 14 jaar gedaan. Dus eigenlijk was ik van plan om dat nooit meer te doen. Maar ik ben terug politieagent. En we gaan ons best doen. We're gonna win this game. Stijn, you are dead. Ik ben nu officieel bang. Come on, team. Oei, het is hier waar donker, hè? Ah ja, dat zal de bedoeling zijn waarschijnlijk. Ja, misschien al. Oei, zeg. Are you ready? Misschien eerst eens een lichtje proberen te maken, maar dat gaat er niet zijn, zeker. W is Q. Z is R. F is... Ik moet op een of andere manier dat licht kunnen aansteken. En dan? Nee. En... Ah, aan recht. Super. Ja, oké, dat is al dat. Het is New York. New York? Ook al. Is het China? Wacht, nee, de foto's. Foto's. Ja, ik heb erop gedrukt, maar nothing happens. Ah, opraak. Ja. Ik zat aan de verkeerde kant. We zijn hier aan het eind, hè. Ik ben absoluut niet goed bezig. Hè. Jawel! Oh my zeg! Dat was niet evident. Dat was toch echt niet gemakkelijk, maar deze. Leuk! Ja. Oké, waar is Peter? Peter Vulkaan. Ja. Dit is Stijn Kolasny. U heeft officieel verloren. You are a bad man. Dat is niet serieus. Dat is niet serieus. Ga dan serieus, schatje. Stijn. Voilà. Sabine. Proficiat. Dank u. Ja, opgelucht. Goh, het was wel spannend. Hè? Ja, oké. Okay. Oh. Maar de tweede, dat is toch ook een goede plaats, hè? Ja. Het waren er ook maar 2. Zeg, wat denk je nu van een beetje ontspanning? Hè? Ah, maar ja. Het is echt wel... Je vergeet de tijd. Ah, wel. We gaan de tijd weer doen herleven. We gaan naar het strand van Sint-Laurens in Westende. Oké? Oké. Oké. Voor de volgende uitdaging. Voor de tweede uitdaging zijn we op het strand van Sint-Laurens in Westende. En hier staan de twee heren opnieuw, Stijn en Peter. Hoi. Hey. Ja, ze gaan namelijk strandzeilen. Ah. Dat is inderdaad de uitdaging. Maar eerst krijgen ze instructies. Oké, de zeilkarren liggen hier alle twee plat, omdat er natuurlijk een beetje te veel wind is om ze zomaar te laten staan. Ik ga eerst aan jullie uitleggen hoe de kar in elkaar zit. Hoe dat je daar best in zit, hoe je het touw hanteert
Dan geef ik nog een kort woordje uitleg over de wind en wat eventueel de gevaren kunnen zijn. En dan is het aan jullie om eventjes te oefenen. En dan kijken we wie de beste is. Dat is kei leuk. Het gaat echt wel een pak sneller dan je denkt. Het moeilijke zat hem in die korte bocht. Hè? Daar was eigenlijk de truc van even bijhalen en dan net als je draaide lossen. En daar liep het fout bij mij. Maar ik had wel slechte wind. Ja. Ja, er is wel kameraadschap bij onder jullie toch? Ja, we zijn aan de deur. Ondanks dat jij gewonnen bent, hè? Wij windsurfers, windzeilsurfers onder elkaar. Ja, voilà. Super. De uitdaging is geweest. De winnaar is bekend. Ja. Maar jij hebt vanmorgen gewonnen. Jij van nu. Dat is weer mooi verdeeld. Het is mooi verdeeld. Ah, voilà. Dus op naar de volgende uitdaging. En dan bevinden we ons ergens tussen Leffingen en Middelkerke. Maar het is opnieuw met water. Oei. Ah, zie je het zitten nog? Alleen vooruit dan. Oké, tot volgende week. De gemeente Middelkerke en de Kegel Extreme schenken een avondje plezier weg. Samen met 3 vrienden probeer je het raadsel op te lossen in de House of Riddles. Surf naar tendensinspireert.be en maak kans op dit arrangement. Na de eerste aflevering van Middelkerke Trof schonken Westgolf en de gemeente Middelkerke een stortgolfpakket weg. De heer Messeo uit Kerkhoven mag zich binnenkort gaan uitleven op de Green in Westende.